Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 januari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Contestia hebben we zoals altijd met de bekende parameters en een plaatje met SSTV BW12 aan het eind. Gisterochtend om 11 uur vond de 1500ste Doetinchemse koffieronde plaats. Na de uitzending gisteren heb ik even aan Ben PA2OLD gevraagd hoe dat gegaan was. Microfoon naar Ben, PA1500D, KR, de Doetinchemse koffieronde. En hoe is het gegaan vanochtend? PA0, Echo Tango Echo. PA1500D, KR en DKR staat voor Doetinchemse koffieronde. En 1500 voor de 1500ste aflevering. Ik heb wel nog wat video opgenomen. En daar hoor je uiteraard wat er gebeurt in een stukje in de ronde. Hoe ging het? Nou, het ging bijzonder goed over de gehele dag, zeg maar. En dat duurde tot 1:30. Vanaf 10 hadden we 60 inmelders. En ik vind dat een uitstekend resultaat, Johnne. Even kijken, de eerste dag had ik ook al een aantal inmelders. Er waren niet zoveel op verschillende repeaters, 15. En dan gaan we nog door tot 28 januari met die call en dan kijken we wel even hoe het verder gaat. Maar de dag zelf was hier geslaagd. Ik hoor alleen maar leuke berichten van amateurs die mee hebben gedaan. Ook amateurs die wel luisteren, maar nog nooit hebben ingemeld die dat wel deden. En amateurs die vroeger ooit mee hebben gedaan in de Achterhoek, die zich dan ook inmelden. Dat was toch ook wel leuk, hè? Het ging dus leuk. Het was gewoon wel een ouderwetse ronde. Het was niet inmelden en de volgende, dat hebben we niet gedaan, John. Hè. En de ronde werd in het midden geleid, zeg maar, de eigenlijke ronde door PD0 NPA. Op hobbysco.nl is het verhaal te lezen, een chroniek bijna, van het niet zo weinige dat er in het jaar 2015 aan de repeatersystemen met onder andere PI3 UTR en PI2 NOS heeft plaatsgevonden. Erg leuk leesvoer op hobbyscope.nl dus, en scope schrijf je met een C. Er is helaas nog steeds bijzonder weinig nieuws. Om die reden herhaal ik hierna een groot gedeelte van de uitzending precies een jaar geleden, toen er klaarblijkelijk wel veel nieuws was. De Daily Minutes van zondag 4 januari 2015 dus. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 januari 2013. Dit is het bulletin van zondag. Ja, deze week was er geen propagatiebulletin van de RSGB, dus dat is deze week helaas overgeslagen. PLM gaat binnenkort zijn dualband radio hotspot uitleveren. Deze werkt door middel van een printplaatje, een Arduino en een Raspberry Pi. Dit in tegenstelling tot de DV Mega. Hoe heet dat ding? Die Star Hotspot, nee, DV. Nou, ik ben het even kwijt. Ik heb er zelf een. Maar in ieder geval, die werkt met alleen een Raspberry Pi. Deze werkt ook met een Arduino. Deze unit zal later onderdeel worden van de transceiver voor digitale modus die Guus uit gaat brengen. Een andere module die daarvoor nodig is, de AMBER 3000 module, was een paar maanden geleden al aangekondigd, maar is momenteel nog niet verkrijgbaar. De nieuwe dualband Radio Hotspot is in de webshop op... Nou, ik blijf hem verspreken. In de webshop op dvmega.aurea.nl te bestellen voor het bedrag van €85. Dat is exclusief de benodigde Arduino en de Raspberry Pi. De website digitalvoice.be/nl meldt een bedrag van €145. Maar ik ga ervan uit dat dit bedrag inclusief is. Op 70MHz.org is te lezen dat de toestemming in Tsjechië voor het gebruik van de 4 meterband in 2015 is verlengd. Daarnaast heeft Finland een ononderbroken stuk van 70.0 tot 70.300MHz tot zijn beschikking gekregen. In Scandinavië bestaat de 70MHz band meestal uit een aantal kleine stukjes frequentieband. In Finland is dat dus nu één groot stuk band geworden, zijn nog wel 200 kHz kleiner dan de Nederlandse allocatie. De band is overigens in de meeste landen kleiner dan 500 kHz. Vaak ook een heel stuk kleiner en ook een 70 megahertz nog lang niet overal in IARU Region 1 voor amateurs beschikbaar. Vrijwel overal is dat op secundaire basis. Ja, ik heb ze al een tijdje niet meer in de uitzending gehad, maar etenpiraten.com meldde dat er een abrupt einde was van de Ster van Twente. En dat meldde ze op 28 december. Er was rond de kerst al een aantal dagen op 94.5 muziek te horen. En opeens werd het heel stil op de frequentie. Al snel bleek agentschap Telecom aanwezig te zijn, bijgestaan door een tweetal politieauto's. Nou ja, zender bijbehorende attributen.
Die waren geplaatst in een zeecontainer. Ondanks deze maatregelen was het niet moeilijk om de stuurzender en de tussentrap te ontmantelen. En goed, het lijkt erop dat deze actie van AT een einde heeft gemaakt aan de 2014 editie van de uitzendingen van de Ster van Twente. Ja, een ander bericht dat is dat in de nacht van 28 op 29 december een studio is opengebroken en dat er allerlei apparatuur is ontvreemd. Behoorlijk wat als ik het zo zie. Verderop op de site daar staat een foto van een blauwe VW T5 die gezocht wordt in verband met de inbraak in Losser. Dat heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. Er staan een aantal kenmerken op de site. En ook het oprollen van zo'n zender is natuurlijk vervelend, maar een inbraak dat is helemaal niet leuk. Ja, daarnaast was er, dat is het bericht van vandaag, bij de zender SAP om 11:40 iemand van Agentschap Telecom aanwezig geweest. En het station draaide vanuit Sint-Anna-parochie, dus in Friesland. Op het moment was de uitzending nog bezig op 98,2 met een geschat vermogen van wel 14 watt. Er is niets in beslag genomen en het is nog onbekend wat de boete zal zijn. De verwachting is dat de boete zal meevallen omdat de gebruikte frequentie nergens in de regio in gebruik is bij legale stations. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ik zag verder nog een opmerkelijk artikel dat te koop is in de dumpwebshop militariaforyou.com. Die zit in Zutphen. Het betreft hier een stoorzender type ECM-FSS209. Het apparaat is geschikt voor de lage VHF-band en bereikt dus ook onze banden 50 en 70 MHz. De tekst meldt dat het een apparaat voor opleidingsdoeleinden betreft in zeer goede staat en er worden ergens vermogens van 100 en 400 watt genoemd. Het ding in een kast van 27,5 bij 20 bij 27 centimeter is te koop voor een bedrag van krap 50 euro. Je moet het heel goed lezen om te zien wat het voor apparaat is, maar het betreft hier een apparaat waarmee je de geluiden van stoorzenders die de Russen gebruikten voor gebruik bij militaire oefeningen met de microfoon van de deelnemende zendontvangers kunt meemengen, alsof ze dus gestoord worden. Het betreft dus een audioapparaat, maar wel eentje met een goede oud-ijzerprijs, want hij weegt 5 kilogram. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat? Dan probeer dan shorties.be/podcast, de website voor informatie bij de uitzendingen is panelete.nl en je kunt de uitzendingen eventueel mailen op het korte mailadres x@xdv.me. Wil je mijn nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. Ja, vergeet zeker niet de website van de repeaters. Je kunt daar vinden hoe je deze fantastische en telkens maar weer uitgebreide repeatersystemen binnenkort met voor iedereen toegankelijke S-meter kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Als je nou denkt, wat kwam me dat bekend voor? Je hebt vanwege een tamelijk gering nieuwsaanbod vandaag geluisterd naar de Daily Minutes van precies een jaar geleden, zondag 4 januari 2015. Volg nu een Sloos Kent TV-plaatje. Oliebollen te koop, het zijn de laatste. Pas maar op, dit waren de eerste die we gebakken hebben op 1 januari 2015 al. Inderdaad, ze zijn keihard. Dan gaat er 2% dus van de prijs af. Oliebollen, oliebollen met rabatt. Möchtest du dann nicht lieber mal ein Glühwein versuchen? Heiße Glühwein, nur 5 euro.